Hallo. Hallo, hallo. Oké. Hallo kijkers. Welkom terug bij deze nieuwe video. Vandaag speel ik Rocket League. Competitive, dat is wel leuk. Ik bedoel, wachten nog op een spelen. Dat is te leuk. Vandaag gaan we dit weer spelen. Ga kijken of ik kan winnen, want dan kan ik misschien rank up gaan ofzo. Maar ik heb nog niet eens een rank. Ik moet volgens mij nog zo'n 3 wedstrijden spelen. Oké, dan gaan we... Heerlijk gedaan. Oké, ik ben wat beter geworden in deze game. Degene die het niet door hebben. Ik vind niet alsof ik echt heel enorm goed ben geworden ofzo. Maar deze man is ook gewoon echt enorm slecht. Heerlijk gedaan. Heerlijk gedaan. Waarom is deze man zo slecht? Even serieus. Ik ken hem nog een keer. Deze moeten we wel in één kunnen scoren als hij mist. Oké, ik had wel eerst aanraken, want daar ben ik goed in. Oh, hij gaat over mij. Dat is vervelend. Ik heb mijn boost moeten gebruiken. Of die had ik niet, maar... Oké. De slechtste die ik ooit ben tegengekomen. Nee! Oh my god. Dat had ik moeten raken. Oh shit. Ah, jemig. Die kon ik niet tegenhouden. Hij had denk ik gewoon geluk. Nou, alles gaat bij mij goed. Dat kan je dan boeien. Weet je. Oh my. Je kan niet alles hebben. Oeh, was een goed schot. Maar die gemis. Oké. Dat had ik niet verwacht. Nee. Dit bedoel ik. Dit is gewoon precies wat ik bedoel. Ik ben ook echt enorm slecht. Nee. Ik ben gewoon van aan het verliezen van iemand die zo enorm slecht was. Waarom? Hoe kan dit? Come up. We kunnen dit. Heerlijk gedaan. Oké. Afwachten. Hij mist hem toch. Gewoon nadenken. Hij mist hem. Toch? Hij raakt hem. Wij ook. Met een mooie soort van... Nee, waarom raakt hij alle ballen die hij nodig heeft om te raken? Ik ben zo'n hoop. Oké, jongens, dit potje hebben jullie niet gezien. Dit is totaal niet wie ik ben. Maar die eerste 2 goals, die waren zo gemakkelijk. Dus ik begrijp niet waarom die opeens zo goed werd. Oké. Heerlijk gedaan. Ja, dan wou ik even zo... Ja, dat was echt heel slecht. Van hem ook, dus dat scheelt. Oké, kom aan. Heerlijk gedaan. Heerlijk. Dat was wel even lekker. Hij was gewoon niet zo goed bezig met dribbelen. En ik maakte hem even in één schot af. Kom aan. Easy. Ik bedoel... Ja, dat was makkelijk. Nu gaat hij voor het goal, maar ik gok dat hij mist. En hij raakt. Dat is best logisch, bedenk ik nu. Maar ik dacht weer dat hij slecht was, maar dat moet ik niet denken. Dus altijd een beetje tijd trekken, zodat je altijd goed raakt zoals dat. Kijk hoe heerlijk. Kijk gewoon hoe heerlijk. Dat is gewoon echt een tactiek die ik altijd gebruik bij rechtstuk. Iets later boost geven dan normaal. En dan raak je meestal. Hij mist. Mooi. Nee! Dat was niet slim. Oh. Ik had hem moeten raken, maar ik kan dat zo slecht inschatten. Dat was best wel een geinig goaltje. Het was niet echt mooi of zo. Oh, wat heb ik nou weer voor een lelijk vlag? Ik dacht dat het een paintjob was of zo. Maar... Nou, geinig goaltje. Heerlijk.
Oké, dat was even moeite voor mij. Het was even moeilijk. Ik kan niet zo goed dribbelen. Maar dat lukte net, zeg maar. Het lukte net. Mooi gedribbeld, I guess. Dat is wel fijn om te dribbelen met deze. Ik heb... Oh, hij heeft overgegeven. Ik kan daar nooit meer iets moois van maken. Jemen. We gaan even een nieuwe. En dat is de laatste, want dan zit ik in een rank. En dan stop. Top is fijn. Fijn is stop. Heel tactisch van mij gespeeld. Heel mooi, heel mooi. Oké, nu gaan we dit doen. Gaan we weer een beetje dribbelen. Hop, oké, heerlijk gedaan. Ik vind het heerlijk gedaan. Heel erg mooi. Oké, maar ik kan dus iets beter vliegen. Dat is vooral voor Duran leuk. Die wilde wel nog eens dit spelletje met mijn rankje spelen. Ik kan beter vliegen, oké? Oké, nu gaan we dit doen. Oh, dat was mooi, dat was mooi. Ja, dit was mooi, dit was mooi. Ik wist alleen niet dat het hier ook bij komt. Oké, dat was echt heel erg slecht, maar dat maakt niet uit. Ik vind het zo heerlijk dat je nog een keer kan springen in de lucht. Dat verandert het echt. Ja, prima. Zo. Oké, ik hield hem tegen waardoor hij een beetje naar het midden ging. No problem, ik schiet hem er. Ja, dat was perfect. Precies mijn bedoeling. Oké. Oh, dat was niet zo handig. Oh, hij springt er helemaal overheen. Hij is ook niet zo goed. Raak hem maar. Hij wil hem niet raken. Oh, ik wel. Mooi. Heel goed. Oké, wat gaat hij doen? Hij gaat hem goed raken. Nu is het voor mij een goede kans. Oeh. Hij raakt hem uit de lucht een beetje. Heerlijk gedaan. Pak de boost. Hop. Door de lucht. Hoppa. Langs het goal. Hij kon hem zo lekker niet scoren. Dus hij was niet... Hij is nog niet goed genoeg. Zeg maar, ik zit in een hele lage rank omdat ik lang niet heb gespeeld. Oh, mooi. Een soort van verdedigd. Kijk, verdedigen. Hoppa, heerlijk. Oké, dat was heel lelijk. Ik had niet goed ingeschat waar die heen, de bal heen zou gaan. Hier, zo, er even heen. Zo, dat moet hem zijn voor vandaag. Hij heeft hem goed verdedigd, dat is mooi. Zo, oké, ik heb even echt power nodig, anders kan ik niet in de lucht springen of wat dan ook. En dat is wel handig om te kunnen. Zo, heel mooi gedaan, power. Oh, langzaam prachtig. En nu scoren. Heerlijk gedaan. Heerlijk. Ik vond het mooi. Mooi goaltje. Ah, nu als ik dit nu even win, dan hoop ik dat ik even een wat hogere rang krijg. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar... Oh nee. Dit gaat fout. Dit gaat sowieso fout. Oh, hij miste hem. Nice. Dat is mooi. Mooi gedaan door Kast van Siam. Aha. Oh, heerlijk luchtschot. Lekker naar het midden. Heel mooi gedaan. Ik ben wat meer gaan. Ik dacht altijd gewoon op die bal rachen. Dat zal het wel zijn. Nee, Rocket League moet je een beetje tactisch bij nadenken. En dat heb ik nog nooit gedaan. En nu wel. Tenminste, sinds gisteren een beetje. Sinds ik zag dat iemand ook tactisch nadacht. Op YouTube. Dus ja, zo werkt dat. Gewoon zo. En dat je zo sneller gaat ook. Dat je zo dat doet. Dat had mooi geweest, maar het lukte niet. Shoot. Oh, heel mooi. Ik heb ook best wel... Dit is zeg maar een zeldzame... Oh, diploma hoed. Een zeldzame kist, oké. Brons 1. Nou, wat ben ik er blij mee, zeg. Oh, wat ben ik daar blij mee. Maar goed, heb je genoten? Even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En ja, dat was het eigenlijk wel. Ik vond het wel leuk om dit even te doen. Doei mensen.